plek. En we gaan vandaag de Moezel verlaten, of verruilen denk ik, voor de Rijn. Maar dat is ook water, het gaat net zo mooi zijn. Ik ben blij dat jullie weer kijken, ik ben blij dat jullie weer meegaan. Dus geniet met ons mee. Dit is de Moezel. Bij Koblenz. En dit is waarschijnlijk het laatste stukje Moezel wat we zien. Ik denk niet dat je in de spits moet. Oh, dat knippert wat. En hier hebben we dan onze oude getrouwe Rijn. Uitgezocht. Dan gaan we nu even kijken of dat wat is. En dat zien jullie dan dadelijk of dat hem geworden is. We gaan het allemaal wel weer zien. Ja. Nog 2,1 kilometer ja. Zijn we er alweer. In Burg-Lanek. Spreek je dat zo uit? Burg-Lanek, ja. Dan zitten we toch op een hoogte. Echt mega. Ik hoop dat ik er iets van kan laten zien. Maar het schijnt op die camping dat je ook een behoorlijk uitzicht hebt. Dat gaan we dadelijk ook allemaal zien. Mensen, wij zijn aangekomen op campingplaats of camp. Burg Lanek in het gebied Lahnstein bij Koblenz in Duitsland. Wij komen hier de camping op en we maken eigenlijk wat mee wat wij nog nooit meegemaakt hebben. Tenminste, ik niet. In al die jaren, 30, 35 jaar dat wij met de camper weggaan. Wij komen hier en er zitten twee mannetjes aan de poort. En er komt er één bij ons en die zegt, heeft u dat bord gelezen? Wij zijn tot 3 uur gesloten. Nee, dat heb ik niet gelezen. Toen zegt hij, ja, ik zal u naar een plaats brengen. En daar moet u dan maar wachten tot het 3 uur is, want daar komt de middagploeg. Want ik weet niet welke plaatsen vrij zijn. En alles vooraan is gereserveerd. Nou, ik geloof er niet zo heel veel van. Want er is voldoende plek hier. Meer dan voldoende. Kijk maar. Dus wat gebeurt er? Daar staat onze camper. Hij ging voor onze camper lopen. En zei op een gegeven moment... Hier moet je gaan staan en hier wacht je tot 3 uur en dan zie ik u terug. Nou, wij staan dus even daar. Waar we straks een plaats krijgen, gaan we zo zien. We moeten nog even wachten. Want het duurt nog 3 kwartier voordat het 3 uur is. Dus wij wachten gewoon even af. Mensen, in het vorige stukje, dus het vorige filmpje hier vlak voor, heb ik een stukje tussenuit geknipt. Waarom? Ik zat in een bepaalde emotie. Ik was een beetje boos, een beetje verontwaardigd over hoe dat hier allemaal gaat. Ik wil, of wij willen eigenlijk geen negativiteit brengen via ons YouTube kanaal. Alles positief blijven benaderen. Maar dat ging me even mis. Maar mensen, wij zijn nu hier op deze camping. Ik zeg, voordat je hier naartoe gaat, lees in ieder geval even zelf de reviews op zowel Google als op Campercontact. En dan moet je zijn bij campingplaats Burg Lanek in Lahnstein,
bij Koblenz. Dus lees het zelf maar even, dan snap je heel goed waar ik het over had. Maar mensen, ik ga je nu hele mooie dingen laten zien van deze camping. Kijk, zo staat onze camper. Dit is de plek die we toegewezen hebben gekregen. Plek nummer 82. Hele mooie plek aan de rand van de camping. Die was dus eigenlijk helemaal vol. Maar had toch nog een plekje, zei hij. We hadden geluk. Nou, dat is dan fijn. En kijk mensen, dit is het uitzicht. Kijk hoe mooi. Hier kijk je zo over de stad Koblenz. Hier is de Rijn. Daar heb je, even kijken, hier de inlaat. Het bootje vaart nu. Van de Laan, de rivier de Laan. Die komt daar in de Rijn. Dit ziet er toch prachtig uit. Deze camping kost 26 euro per nacht. Dat is voor twee personen, inclusief stroom. Toiletvoorzieningen heb je hier. Douches kost 50 cent. Je kunt water gebruiken. Je kunt water lozen, dus water vullen en water lozen. En je kunt je chemisch toilet lozen. Dus alles wat de camper aan nodig heeft, alle voorzieningen, die zijn hier. Maar het is een ouderwetse camping waar geen wifi aanwezig is. Dus je zult zelf moeten zorgen voor voldoende data op je mobiele telefoon. Ons uitzicht op de camperplaats is een berg. Boven die berg staat een zendmast. Dat is de zendmast van Koblenz. Die wordt gebruikt bij de Zuidwestrundfunk. Dat ding is gebouwd in 1964. Het hele totaalgewicht van die toren is 202 ton of zo. En de lengte, of de hoogte eigenlijk, is 280 meter. Als je dan kijkt naar de zeespiegel, dan staat die 421 meter boven de zeespiegel. Bijzonder, hè? Hadden we het net over die zendmast die daar rechtsbovenin staat. Kijk, links onderin, nu in het midden. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Dat is slot Stolzenfels. Die is gebouwd in de 13e eeuw. In 1689 vond men het welletjes en hebben ze dat ding gesloopt. Om hem vervolgens tussen 1836 en 1842 weer helemaal te herbouwen. Zo vanaf de camping is het een mooi gezicht. Een leuke overbuurman zo. Kijk, daaronder zie je nog een trein rijden. En de Rijn ligt daar. Mensen, prachtig uitzicht. Kijk eens, wij eten vanavond pannenkoeken. Judith heeft heerlijke pannenkoeken gebakken. Europese pannenkoeken. Europese pannenkoeken. Hoezo Europese pannenkoeken, Judith? Nou, de bloem is nog uit Denemarken. Het spek en de melk uit Duitsland. De boter uit Nederland. Dus, een Europese pannenkoek. Nou, helemaal super. Ja, ik hoop dat smaakt, die smaakt. Hij smaakt heerlijk. Goed zo. Mensen, vanuit een nevelige Koblenz, Koblenz was het, Koblenz, ja, vertrekken wij weer. We gaan nog even surfen, zoals sommigen dat noemen.